Hallo creatieve familie, ik ben Stal van Kraftmama en we zijn hier met een nieuwe DIY. Vandaag gaan we zelf deze bloemen maken. Dit heb je ervoor nodig. Nou, ik heb dus twee stroken afgesneden van mijn papier. Eén strook van 2,5 bij de lengte van een a En dan heb ik een lijn op een halve centimeter gezet. En eentje van een halve centimeter bij de lengte van een a Dan ga ik op de brede strook inknippen tot aan onze lijn die we getekend hebben. En dan gaan we helemaal tot aan het einde doen. ...voor onze bloem te kunnen maken. Dan gaan we dit dus... Hier ...wat plak opdoen, wat lijm opdoen. En die plakken we dan op de andere strook. En dit gaan we zo meteen oprollen om onze bloem te gaan maken. Ik doe een klein beetje lijmvos erop. Ik doe tussendoor ook elke keer wat lijm erop. hoeft niet per se, maar dat vind ik zelf wel zo prettig. En dan ga ik beginnen met oprollen. En je moet het zo oprollen zoals ik het nu doe. Dus dat het, um, als je patroonpapier hebt, dat je dat naar binnen toe rolt. Maar als je het dan fout, dan is de, zie je de bloem met het gekleurde patroonpapier. Nou, ik blijf gewoon hier video's op maken, mensen. Niet denken dat ik nou krachtmama ga stoppen hoor. Want ik blijf gewoon. Ik kreeg al reacties omdat ik het nieuwe kanaal heb voor de, de tekeningen. Waarom dit het kanaal ging stoppen. Maar ik ga dit kanaal niet stoppen. Je blijft gewoon dagelijks middags. Een DIY opkomen door de weeks. En op het andere kanaal komt dan iedere dag een tekening te staan. En dan rol je hem gewoon helemaal op. Kijk, ik doe de dus dus door gebruik ik ook wat, plak, wat plakstift. En dan zo rol ik hem helemaal op. En je ziet dus ook: ik heb het gekleurd is dus naar binnen toe staan. En als je hem helemaal goed vastzet, dan laat hem even goed drogen. En dan kunnen we de blaadjes voorzichtig om gaan vouwen. Vouwen ze gewoon rij voor rij allemaal om naar buiten toe. En dan zie je dus hoe je bloemetje wordt. Het is een heel snel bloemetje, die ik binnen 5 tot 10 minuutjes gemaakt heb. Maar ze zien er wel super tof uit. Ik gebruik mijn hand even om hem goed op in vorm te duwen. En dan is deze DIY alweer klaar. Nou, ik vond het een super leuk bloemetje om te maken. En ik wou hem zeker aan jullie laten zien. Het zijn super leuk op kaartjes natuurlijk. En ook om andere dingen mee te maken. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet je niet om je te abonneren om meer leuke video's te zien. Heb je nog leuke ideeën? Laat me dat dan even weten onder in de comments. En geef me een duimpje omhoog. Voor iedereen die jaagt is vandaag gefeliciteerd. Kijk ook even op, dus op mijn nieuwe kanaal Kawaii Wereld voor alle tekeningen. En onthoud jongens, be unique.